Een chiropractor is gespecialiseerd in de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals de wervelkolom. Een chiropractor werkt voornamelijk met zijn handen om klachten, zoals spierpijn en verstuikingen, te proberen te verhelpen. Dit doet de chiropractor door middel van het zoeken naar blokkades in het lichaam, zoals in het zenuwstelsel en de wervelkolom. Als de chiropractor een blokkade gevonden heeft, zal hij of zij door specifieke druktechnieken proberen de blokkades weg te werken? Een chiropractor is dus gespecialiseerd in chiropractie dat handelen met de handen betekent. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een chiropractor het beste omschrijven als het wegwerken van pijnpunten door middel van het geven van impulsen op het lichaam met de handen. Chiropraxie behoort toe tot de alternatieve geneeswijze en kan dus niet gezien worden als gewone geneeskunde. Een chiropractor zal doorgaans eerst een uitgebreid lichamelijk onderzoek uitvoeren, zoals orthopedische, chiropractische of neurologische testen, voordat hij of zij een behandeling zal starten. De werkzaamheden van een chiropractor kunnen niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een fysiotherapeut, omdat een fysiotherapeut zich voornamelijk richt op de spieren van mensen. Een chiropractor richt zich juist meer op wervels, wervelkolom, en het zenuwstelsel. Een ander verschil is dat een chiropractor gebruik kan maken van röntgenfoto's om diagnoses te kunnen stellen. Het beroep chiropractor kent verder geen bescherming in Nederland. Iedereen kan en mag zich dus zomaar chiropractor noemen. Er worden vanzelfsprekend wel opleidingen aangeboden voor het beroep chiropractor. Gyropraxie heeft dus betrekking op het behandelen van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Dit heeft in de meeste gevallen betrekking op de wervelkolom. Binnen Nederland is het beroep gyropractor een vrij beroep dat toebehoort tot de alternatieve geneeskunde.